Oké. We hebben nu dus net override gedaan. Met een extra key. Waarbij we een extra chest hebben mogen unlocken. En we moeten nu terug naar Mithrax. Want er schijnt een story update te zijn. Kijken wat hij voor onze petto heeft. The servitor hums softly as you approach and your splicer gauntlet echoes the tone. An access port slides open on the servitor and a single word appears above on a small screen. Upgrade. You align your gauntlet with the port and feel it charged with strange energy. After a moment you hear a tone and the word on the screen changes. Withdraw. You withdraw your gauntlet and feel a pulse with new power. The word changes again. Expunge. Use your splicer gauntlet to enter an expunge mission and secure the network and collapse it behind you. Okay. Een expunge mission. Geen idee wat het is. Het klinkt interessant. Het is in ieder geval op de Tangled Shore. Dat is één ding wat duidelijk is. Lightkin Mark, hebben we er wat aan? 1273, 1273. Ja, daar hebben we wel wat aan. Want ik had deze nog niet. Even kijken. Chest piece. Nope. Die kan gelijk de prullenbak in. 1275, 1274. Wat ik dan doe, dan zet ik hem op deze. Dit is een van mijn favoriete helmen. Kijk. Dus die 1275. En dan kunnen we deze weer opzetten. En kunnen we hier straks weer een exotic chest piece gebruiken. Ik denk dat dat mijn voorkeur heeft namelijk. 1273. Ja, laten we deze weg doen. Deze gebruik ik toch niet. Even kijken. De expunge mission. Op de Tangled Shore. Hier is hij. En hier is de missie. Here we go. Geen idee wat het is. Let's find out. Oké, here we go. Oké, dit ziet er al gelijk heel cool uit. You are bridging the space between reality and possibility. Where matter meets will and bends in a prism of light. A reality where none but the Vex have ever been. But what you see here is made manifest by your mind. Turning Vex consciousness to something tangible. Holy cow. This is no mere simulation. Death in this domain is as real for the Vex as it is for you. Okay, dat was zeker niet de bedoeling. Ik heb het al vaker gezegd. Maar ik dik deze neon shit. Ik dik het wel. Oké, waarheen? Gangetje, gangetje. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Oh, wauw. Heel desoriënterend, man. Huh? Auw. Oké. Dit was eentje die kort open ging. Learn that lesson. Doe me een beetje denken aan die film The Cube. Ken je dat nog? Dat is iets uit mijn jeugd. Het was een horrorfilm. Zaten mensen ook vast in een weird construct. Mensen wisten niet wat het was. En ze gingen dood. Als een malle. Even kijken. Okay, deze gaat dus open en dicht. Oké. Echt een hele stomme horrorfilm verder hoor. Maar ja, weet ik niet. Vroeger keek ik echt vaak van dat soort... campy horrors. Ik kan er vandaag de dag niet meer van genieten. Maar vroeger echt enorm. 13 Ghosts. Allemaal dat soort films, weet je wel. Dit doet me toch heel erg denken aan Cyberpunk en The Matrix. Deze ging open toch? Huh? Oh, wauw. Moet ik hier inglijden? Nee, dat lukt niet. Hier wel. Ach jongen, hou eens op joh. Nee, je kan er ook niet in glijden. Okay, we made it. Toch? Ja. Wat is dit voor gekkigheid, joh?
Ah, nee, we zijn weer terug. Andere kant dus. We gingen nu links. Laten we dan rechtsom gaan. Ja, kijk, deze gaat ook omhoog. Voor mijn gevoel is dat beter. Kan niet slechter. What? No. Guardian, the Vex have sensed your presence in the network and are attempting a purge. You must hurry into the domain. Oké, nu. Ja hoor. Bleef die ergens achter haken? Hey, nou, wat is dit nou? Je zou dan toch zeggen dat je recht op de platform landt? We zitten in een invisible wall of zo. Oh, hierboven, denk ik. Oké, okay, never mind. I was an idiot. As always. Oké, okay, en nu? Is er hier verder iets te doen? Hier is verder niks te doen. Moeten we hier naar beneden, denk ik. Ja hoor! Ah. Het is ook echt totaal niet duidelijk waar ik naartoe moet, man. En nog belangrijker, how to get there. Okay, dit was wel duidelijk. Ah, je moet gewoon weten, denk ik. Zo'n dooddoener, maar. Klopt, god. Non de u! Nou, we gaan in ieder geval niet voor de speedrun. That much is clear. Oei, 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 oei. En dan door deze portal heen. Neem ik aan. Woe! Oh, jazeker. Kunnen we kruipen? Het voelt alsof we onderlangs gaan of zo. Maar het zal wel goed zijn. Ik ben blij dat ik dit trouwens op de PlayStation 5 speel, weet je dat? Want echt platformen met muis en toetsenbord? Sorry man, dat lukt me echt niet. Dat is ook echt mijn grote manke tijdens raids op de PC. Kapot schieten? Ja, zeker. Oké. Okay. Ik ga gewoon voor het midden. So far so good. Ik zie ook gelijk waar ik naartoe moet. Maar dan. Daar. Recht vooruit. Oké. Okay. Moeten we daarop? Oeh, dit scheelde niet veel. Must find a way through the
this labyrinth to the oppressive mind. Dit voelt niet goed. Het voelde als een waarschuwing. Oh my god. Yes, let's go. Kijk, daar staan ze me alweer op te wachten, hè. They're no match for my grenade. Oh, oh. Oh, god. What are they doing to me? Rechtdoor. Hierboven. That structure ahead is a knot of Vex consciousness. It destroyed. It may reveal a path forward. Cool dat je het nu uitlegt, maar dit hebben we al gedaan. Deze god. Ik heb ook geen idee of ik goed ga, hè. Misschien hoor ik hier helemaal niet te zijn. Zal wel, maar... Althans, daar ga ik een beetje vanuit. In order to circumvent the remaining defenses, you must deceive the Vex domain consciousness into thinking you are one of them. You should be able to splice an essence of their consciousness nee, joh! From a destroyed Vex. Ik stap er toch uit dat ding. Dat had echt geen verschil moeten maken, man. Oké, waar moet hij heen daar? Let's deposit it! Woe! Nee! Nee! Doe wat! Bounce around like Donkey Kong. Nee, dit meen je niet. Dit was zo'n coole entrance. En dan gaat het zo mis. Wel een checkpoint hier, zeg je dat? Oh, ik heb gelukkig wel empty barrier. Een hele slechte time om te reloaden. Oké, hem hebben we. Hier naar boven. Het voelt alsof ik rondjes loop op dit punt, man. Oh, wow, wow, wow. Oké, recht vooruit, toch? Denk ik. Wat is dit, joh? Kamikaze effects. Nee, ja, dit No! Come on, son! Oh, oh, toch wel. Oké, die rode dingen. Dat zijn dus, kamikaze... Vex, zo noem ik ze maar. Ja, deze gym moet ik toch wel kunnen redden. Kijk, daar is er weer eentje. Nee. Okay. We took care of that one. Gelijk deze neerknallen. Ja, hier kan het geen kwaad. Geeft niks. Niks aan het handje. Oké. Okay.
Okay, we got him. En een engram, twee engrams en een data spike. Oké, waar moet deze data spike? Daarachter. Okay. Ah! Okay, deze was een stuk makkelijker dan de vorige. Maar gaat de landing net zo fijn zijn? Nee! Oh, wauw. Echt, ze halen alles van stal. Nee! Ah, ik zag al dat ik te laat was. Kijk, ik had gewoon die genaam moeten. Draaf! Nou, ah, kom op. Nee, dit nou. Gelukkig. Rijp voor een finisher. Een hoop vervelende vijanden hier, zeg. Maar ja, het is denk ik ook niet de bedoeling dat het makkelijk is. Toffe missie, man. Echt een hele toffe missie. Nu al. Ik ben denk ik halverwege of zo. Doolhof, labyrinth. Maar heel vet gedaan. Oké, welke nu? Gewoon daar? Ja. Here we go! Weet je, dat is het ding ook met Season of the Splicer. Ik ben een tech-nerd. Weet je, dan ben je al een beetje een sucker voor dit soort zaken. Dus ik vind dat ze het heel vet gedaan hebben. Oké, hier is de oppressive mind. Dit is onze baas. Oh mijn god, dit gaat echt lang duren. Maar we hebben wel een super. We kunnen gelukkig respawnen, dus dat is geen groot probleem. Level, recommended level is wel 1290, dat zijn we niet. Zoals je misschien wel weet, we zijn ergens in de 1280. Dat betekent dat het niet onmogelijk is, maar wel lastig. Nee, ah. Ik had niet gezien dat het exploders waren. Nou, kom op, Siva Particles, doe je ding. Meen je nou? Altijd op de hoogte zijn van waar je staat. Spatial awareness, ontzettend belangrijk. Nou, kom op, geef me een finisher. Nee, word me niet gegund. Mag toch hopen dat als je... Nee, dat was het dus niet. Ik wou zeggen dat als je deze twee gasten neergemapt hebt, dat je... Oh, wauw. Onder de druk van deze stuff mag je over de platformen heen springen. Cool. Maar zenuwslopend. That was close. Wat? Huh? Ah, je kon gewoon eronder. Hoe moet ik daarop reageren, man? Dat is toch helemaal niet duidelijk? Nou, dat weten we nu voor de volgende keer. Oké, hij droeg weer zijn ding, natuurlijk. Nou, we moeten deze kant op. Even wachten tot de platformen verschijnen.
Je present mind is vervelend. Ja, kijk, het was gewoon hieronder dus. How was I supposed to know? Nou, dat is meestal niet heel handig. Oh. Je mag wel iets slimmer spelen, Koos. Ietsje slimmer mag wel. Ja, we zijn op de helft. We mogen echt God op onze blote knietjes bedanken. Dat ook nog deze gasten. Dat we kunnen respawnen. Als het zonder respawn was geweest, dan hadden we echt een gigantisch probleem. Oh, jongens, kom op zeg. Leave me alone! Hé, hey, waar is die nou gebleven? Niet! Het zal toch niet geglitcht zijn daarna, toch? Ik zie ook nergens op de map verder staan dat hij ergens gerespawned is. En hij Die dingen bewegen vervelend, hé. Echt niet normaal. Hé, hey, deze dropt er eentje, zie je dat? Ah, kom op! Hij beukte me van het platform af. Ben ik nou echt dat ding al kwijt gewoon? Ben ik er nu twee kwijt geraakt? Jazeker. Ja, hoe? Ja, die kan ik niet pakken. Ja, hij is geglitcht, man. Denk ik. Deze verschijnt hier, maar die andere kan ik nooit van mijn leven bij. Kan ik echt nooit bij. Hij hangt gewoon ergens midden in de lucht. Ja, ik denk niet dat dit gaat lukken. Oh, dat is wel zonde man, want ik vind het wel echt een vette missie, maar... Ik ben bang dat hij glitch is. Kijk, hij hangt daaronder. Maar dat gaat hem gewoon niet worden. Ah. Ik ga proberen om mid-air te blijven hoveren. Om hem proberen te pakken. Ik heb hem gepakt. En hij is nu in ieder geval verdwenen. En hij is hierboven verschenen. Oh, muscle! Ik was echt bang dat we deze encounter helemaal opnieuw moesten doen. Wat toch wel een smetje was geweest op deze vette missie hoor. Oh, wauw. Deze gast ook weer. Leave me alone! Ik kan me voorstellen dat als je wat hoger level bent, dat deze iets leuker is om te spelen. Nu moet ik hem echt
ja, een soort van half cheese. Heel zielig gaan zitten spelen. It is what it is. Schaam ons nergens voor. Maar even zonder gein, hè. Het ging dus net bijna mis. Omdat een van die harpies gewoon ineens wegspande toen ik hem bijna had gekild. We alle twee. Kijk maar. Ik denk dat we dit nog wel één keer meer hierna moeten doen. Ja, godsamme zeg. Ja, daar had je op kunnen wachten. Dat had je kunnen weten. Gaan we nu weer herhalen? Nee, toch? Nee. Okay. Okay, de spike deposited. En weer mis! Ja, hier gaat nog wel eentje overheen hoor. Denk ik. Nou, het zou kunnen. Yes, we got him! Woo! Lekker hoor! Possible, made possible. You truly are a thing of legends, Scotty. Yeah, so I've heard. So I've heard. The impressive mind that commanded this domain is no more. And now this region of the Vex network must collapse. The fabric of reality is beginning to return to its prior state. At last. Real progress. This is how we save our people. By tearing apart the veil of night that the Vex have laid over the city. Doet dit verder. Well done, Liprax. Thank you. An Elixneed splicer would not have been able to endure this confrontation. Geen idee. And a Lightbearer without a splicer gauntlet would never have been able to enter this domain at all. The Guardian is a union being. A conduit between two houses. They are proof of what can be accomplished when separate components become a single machine. As Zavala Kell says, stronger together. We zijn weer in de helm. Even kijken wat Matrix hierop te zeggen heeft. Dit was oprecht tot nu toe de doopste missie van dit nieuwe seizoen. We hebben er nog niet veel gespeeld, maar... Als dit wat belooft, nou. Your powers grow to fight the Vex, but still their offense increases. We sacred splicers study the Vex. We learn to move through them like tall grass. But these, they are strange to me. Their focus is unpredictable. This frustrates me. I can see the data streams as you walk through their space, but I cannot see from where they flow. It is as though a fog pushes in from cold water. It could be the soft voice of my doubt here in this false night. But it could be something greater, something no splicer has encountered before. You must continue to enter their network. Destroy what you find inside. Each victory cuts one of the threads that hold this endless night in place. The Vex will send powerful foes against you. But be not swayed. Keep to the path.
keep to the path this. The number engram, 75. Leads you to me once more, Guardian. This endless night presses down on us all. I hear the city groan with the strain. The dark brings sickness now. Few can find sleep. The people hear of your triumphs against the Vex, but they see only dark skies above. They are being bent, and some may break. I will aid if I can. I will not be proud, but let the citizens see that we are suffering with them. I have faith they will see us for who we are. The light always shines through in the end. But for now, the work must begin again. Go. Okay. Okay, hier gaan we. Path of the Splicer. 4. Completed. Gaan we heel even die Umbrella Engrams decoden. Moeten natuurlijk blijven groeien. Chesspiece hebben we niet nodig. Die hebben we ook niet nodig. Nou, eigenlijk geen van allen volgens mij. 1275. Ja, zeker wel. Toppie. Deze niet. Die gooi je ook gewoon meteen weg. Not to clutter up onze vrije slots. Deze mag ook weg. Cool. Dit was Path of the Splicer 4. En ik moet zeggen, dit was tot nu toe echt de vetste missie. I know, ik heb het al gezegd, maar hey, als afsluiting van de video moet ik dat nog even benadrukken. Dit vind ik cool. Dit is wat Destiny tof maakt. Er zit gunplay in. Er zit de vette boss fight in. Er zit platforming in. En alles in een heerlijk sci-fi sausje. Gemixt met wat Vex en Valen. Ja, zo maak je mij enthousiast, Bungie. Hou dit vast. Voor de mensen die dit hebben gekeken en dit tof vonden, laat even dat duimpje omhoog achter. Daarmee help je het kanaal enorm. En mocht je meer Destiny video's willen zien, vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. Ik bedank je alvast. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao.